Muren krabbelt weer op. Mirani. Ruimte bij Van Michem. Helemaal aan de andere kant loopt El Kadiri. Hier is de voorzet. En die gaat er bijna in één keer in. Buitenkant paal. Darryl Van Michem. Typerende actie natuurlijk voor hem. Veel gevoel in zijn linkerbeen. Flint. Deul. Benamar verslikt zich hier in Unuvar. Dat is een fout. Unuvar glijdt weg. Maar kijk eens, dat pakt goed uit. De bal valt zomaar voor Rasmussen. En het is 0-1 in de derde minuut. Niet lekker aangespeeld. Benamar door Deul. Unuvar is er met de bal vandoor. Santje Hansen ziet de bal aan zich voorbij gaan. Maar Rasmussen kan vrij gemakkelijk zorgen voor de openingstreffer. 0-1. Benamar kruipt ervoor bij Rasmussen. Mirani, Muren. Muren en Ratsi op tijd. Stankovic. 47e tegengoal voor Volendam in dit seizoen. Ongekend veel. En een goede bal van Mirani. En omdat er een misverstand ontstaat, zit hij er bijna in, Orestanio. Goed gegeven. En dan Moussampa, die niet overtuigend ingrijpt. Waardoor Ratsi ook tussen wal en schip komt. Zat een beetje effect aan die bal. Oh, dit duurt te lang. Stankovic kijkt misschien tegen de zon in. Maar het leek haast wel alsof hij Rasmussen totaal niet aan zag komen. Baas. Prima trap van Ratsi. Benamar raakt geblesseerd. Koppen tegen elkaar. Benamar en Rasmussen. En hier heeft Benamar meer last van dan Rasmussen. Benamar die in het eerste kwartier vol twijfel voetbalde. In de fout ging. En nu dus na deze botsing met Rasmussen niet verder kan. Inmiddels staat zijn vervanger klaar. Kevin Visser. Die gaat dan op het middenveld spelen. Muren. Hier zit wat in voor Volendam. Muren. Hij doet het zelf. Het is uiteindelijk niet zo'n moeilijke redding voor Ratsi. Fitzjim. Overname Muren. Van Michem. Van Michem. En Muren. Goede redding van Ratsi. En in de rebound gaat hij er ook niet in voor Volendam. Dat wel steeds dichter bij de gelijkmaker komt. Murkin, slim balletje op Orestanio. Van Michem. Is er toch langs. Darryl Van Michem. En dan is dit een overtreding. Maar de scheids, ja, strafschop. Penalty voor Volendam. Ongelukkig. Het verdedigen van Moussampa, die zelf uit balans raakt, maar in zijn val Van Michem meeneemt. Vanaf 11 meter, 5 keer raak. Hoe gaat het nu voor Robert Muren? Het is 1-1. Onverdiend kun je het niet noemen. Volendam creëerde veel in de eerste 5, 26 minuten. Muren met zijn 26e doelpunt van dit seizoen. Ulcik. Gaat maar weer aan de wandel. Linsson hangt aan zijn schouder. Vrije trap. En geel. Voor Jansana.
Eerste overtreding is van Linsson. En dan laat Jansana hem blijkbaar struikelen. Van Michem achter de bal. En klem vast. Ratsi, Muren was al ter plaatse om de rebound binnen te werken. Maar Ratsi heeft hem heel goed klem. Van Gelderen. Sterk in de duels. Linsson, Unuvar houdt de bal over. Mooie bal op Sontje Hansen. Hansen. Duurt te lang. Maar het kan alsnog. En hij gaat er niet in, want de bal op de paal via Sontje Hansen. Niet overtuigend gekiept door Stankovic. Ajax dicht bij 1-2. Misser van Delgado, die toch niet echt lekker in de wedstrijd zit. Visser. Goed balletje, Orestanio. En dan het uitstappen van Van Gelderen, dat succesvol is. Rasmussen. En dan is Merkin wel snel terug in dat duel. Tackle van Delgado op de bal. Van Michem ziet de ruimte voor Muren. Jansana in de achtervolging. Muren gaat neer. Is dit een overtreding? Dan kan er wel eens een rode kaart aankomen. Ja, zo is het. Rood voor Jansana. En dat betekent dat hij morgen helemaal niet naar de Kuip gaat. Kreeg natuurlijk al geel in deze eerste helft. Maar dit is een directe rode kaart voor het opnemen van de scoringskans van Muren. Jong Ajax moet verder met 10 man. Robert Muren. En in tweede instantie, met alle risico, raakt hij hem slecht. Van Michem. Ulcik. Lekker schot. Redding, Ratsi. Voorzet van Michem bij de eerste paal, de goal. Orestanio. Heel knap afgemaakt door de Italiaan. En voor het eerst vanmiddag staat Volendam op voorsprong. Opgepikt Naci Unuvar. Unuvar probeert het zelf. En Rasmussen krijgt ook nog de kans om te schieten. Datzelfde geldt voor Fitz Jim. Maar die tikte met zijn stambeen dan net weg, waardoor zijn schot totaal mislukt. Voorzet van Van Michem. Ulcik, nog maar een keer schieten. Recht op Ratsi af. Antonucci. Ulcik. Ulcik. Komt wel steeds dichterbij een doelpunt. Tussen twee man door, Fitz Jim en Baas. Ulcik. En hier de andere Ulcik. Die is nog fris. Baas kan hem niet bijhouden. Bal opgepikt. Maar die bal wordt via het hoofd van Gelderen overgewerkt. Antonucci pikt op. Muren staat scherp. Muren neemt die bal goed mee. Muren. Belangrijke redding van Ratsi. Dit had de derde moeten zijn voor Volendam. En dit had de tweede treffer van de middag moeten zijn voor Muren. Mirani. Bilal Ulcik. Langs Juri Baas. Ook langs Moussampa. Hier valt het te halen. En daar is hij. Muren. Geweldige actie van Bilal Ulcik. Niet voor het eerst vanmiddag brengt hij de linkerflank van jonge Ajax in verlegenheid. Muren maakt zijn 27e van dit seizoen. Antonucci. Lekker schot. En weer een goede redding van Ratsi.
En dan is het klaar. Klinkt het laatste fluitsignaal van Van der Rijck. En wint Volendam dus met 3-1 van Jong Ajax. En pakt de 3 hele belangrijke punten in de 35e wedstrijd van het seizoen. En wordt het verschil met nummer 3 FC Eindhoven 7 punten. Met nog 3 wedstrijden te gaan